Structurele analyse. Transactionele analyse is gecreëerd door Eric Berne, een Canadese psychiater, als manier om menselijk gedrag te verklaren. De theorie is gebaseerd op ideeën van Freud, maar met een duidelijk onderscheid. Berne geloofde dat je meer inzicht kreeg in de persoonlijkheid van de patiënt door zijn sociale transactie te analyseren. De belangrijkste uitgangspunten van transactionele analyse zijn: iedereen wordt oké geboren, iedereen kan nadenken en is verantwoordelijk voor zichzelf. Dat betekent dat hij of zij beslist over zijn of haar eigen lot en ook andere beslissingen kan nemen. Met betrekking tot de vraag waarom mensen denken, handelen en op elkaar reageren op de manier dat ze dat doen, stelde Berne dat het menselijk brein werkt als een videocamera. Die registreert al onze gedachten, gevoelens en emoties die we wanneer we volwassen zijn vaak allemaal weer afspelen. Dit alles ondersteunt de ontwikkeling van een consistent patroon van gevoelens en ervaringen dat rechtstreeks gelinkt is aan een overeenkomstig gedragspatroon. Wat is een transactie? Een transactie is de fundamentele bouwsteen van de sociale omgang. Dat betekent dat bepaald gedrag of een betere respons volgt op een bepaalde prikkel. Wanneer twee of meer mensen elkaar ontmoeten, dan zal één van hen op een gegeven moment spreken of een andere aanwijzing geven dat hij de aanwezigheid van de ander opmerkt. Een andere persoon zal dan iets zeggen of iets doen dat op een bepaalde manier verband houdt met die prikkel. Op basis van de eerder genoemde achtergronden in combinatie met de stelling dat een mens geboren wordt als biologisch wezen dat kan redeneren en beschikt over een moraal, heeft Berne de drie ego-toestanden ontwikkeld. Berne meende dat elk mens drie verschillende toestanden heeft. Mensen kunnen van de ene toestand overgaan in de andere tijdens transacties. Deze wijziging kan eenvoudig opgemerkt worden door uitdragingen, uiterlijk, woorden, gebaren en tonen. Deze drie verschillende toestanden, de ego-toestanden, zijn de ouder-ego-toestand, de volwassen-ego-toestand en de kind-ego-toestand. Ego-toestand. De ouder-ego-toestand doet zich voor door het afspelen van opnames van onbetwiste of opgelegde externe evenementen in het brein die door de persoon waargenomen zijn voor zijn sociale ontwikkeling. Deze ego-toestand bestaat uit nee's, niet-doens en hoe-doens. Met andere woorden, deze ego-toestand bestaat uit de aangeleerde concepten van het leven. De kindtoestand is de reactie van de jonge persoon op wat hij of zij zag, hoorde, voelde en begreep. Met andere woorden, deze ego-toestand kan beschouwd worden als de verzameling van de doorvoelde concepten van het leven. De functie van de volwassen ego-toestand is de ouder en de kind gegevens te updaten door die voortdurend te toetsen van deze gegevens aan de huidige realiteit. Samengevat, de basisprincipes van de oudertoestand zijn zelfontwikkelde educatieve ervaringen die geleid hebben tot eigen waarden en normen. Ze vormen de basis voor onze weging van morele oordelen en punten uit het leven. Het basisprincipe van de volwassen toestand is de zelfontwikkelde leerervaring die leidt tot eigen strategieën voor de verwerving en het verwerken van informatie. Ze vormen de basis van onze feitelijke, niet-emotioneel gekleurde oordelen en beslissingen. De basis van het kind toestand zijn zelfgecreëerde ervaringen van voldoening die leiden tot eigen strategieën om te genieten en onplezierige zaken te vermijden. Deze
vormen de basis van onze emotioneel gekleurde acties en beslissingen. Zoals je waarschijnlijk al veronderstelt, zijn er verschillende karakters die een andere uitdrukking zijn van deze egotoestanden. Drie voorbeelden zouden moeten helpen om dit te begrijpen. Een persoon met een sterk uitgesproken ouder egotoestand kan gekarakteriseerd worden als programma georiënteerd. Hij of zij is eraan gewend om anderen orders te geven en is vooral kritisch ten opzichte van anderen. Wanneer de volwassen egotoestand het meest uitgesproken is, kan die persoon gekarakteriseerd worden als een feitelijk en nuchter persoon. Een astrofysicus bijvoorbeeld. Een persoon met een sterk uitgesproken kind-egotoestand kunnen we een emotioneel persoon noemen. Komieken zijn vaak eerder emotioneel dan een van de andere genoemde eigenschappen. De ouder-egotoestand kan worden opgesplitst in twee functies. Eén deel omvat de voedende kant, die zacht, liefhebbend en toegefelijk kan zijn. Dit noemt men de voedende ouder-egotoestand. Deze stelt ook grenzen op een gezonde manier. De andere kant van de ouder-egotoestand noemt men de kritische ouder, of soms de vooringenomen ouder. Dit deel van onze persoonlijkheid omvat onze vooringenomen gedachtes, gevoelens en overtuigingen die we geleerd hebben van onze ouders. Sommige boodschappen die we aanhangen in onze ouder-egotoestand kunnen behulpzaam zijn in het leven, terwijl andere ouderboodschappen dat juist niet zijn. Het is nuttig voor ons om uit te zoeken welke informatie er in onze hoofden zit, zodat we het deel dat ons helpt in het leven kunnen behouden en het deel dat niet helpt kunnen veranderen. De ouder-egotoestand is ons gegevensverwerkend centrum. Het is het deel van onze persoonlijkheid dat gegevens nauwkeurig kan verwerken, dat ziet, hoort en denkt en oplossingen kan verzinnen voor problemen op basis van feiten en niet alleen op basis van vooringenomen gedachten of kinderlijke emoties. De kind-egotoestand kan ook in twee delen opgesplitst worden. De vrij kind-egotoestand, hierna wordt ook verwezen als het natuurlijk kind, en de aangepast kind-egotoestand, die ook de rebels kind-egotoestand omvat. Het vrije kind is de plek voor spontane gevoelens en gedrag. Het is de kant van ons die de wereld op een directe en onmiddellijke manier ervaart. Onze vrij kind-egotoestand kan speels, authentiek, expressief en emotioneel zijn. Samen met de volwassenen is dit de basis van creativiteit. Goed contact met het vrije kind in ons is essentieel ingrediënt voor een intieme relatie. Wanneer we ons aanpassen op manieren die maken dat we minder in contact staan met onze echte zelf, ons vrije kind, dan verminderen we de hoeveelheid intimiteit die we in ons leven kunnen hebben. Het aangepaste kind is het deel van onze persoonlijkheid dat geleerd heeft te voldoen aan de ouderlijke boodschappen die we hebben meegekregen toen we opgroeiden. We passen ons allemaal op de een of andere manier aan. Soms rebelleren we wanneer we geconfronteerd worden met ouderlijke boodschappen die ons beperken in plaats van daaraan te voldoen. Dit heet ons rebels kind-egotoestand en kan gezien worden als alternatief voor gehoorzamen. Het is echter nog steeds een reactie op de boodschap van de ouder en dus een vorm van aanpassing op zich.